Maar dat is niks, we gaan ze fileren en we kunnen ze dan zelf portioneren naar kleinere stukken toe. Ja? Dus eigenlijk moeten we hier, waar dat kraakbeen zit, zo een insnijdingsje gaan geven. Zie je? Ik voel hier dat kraakbeen of die graat. Verstaat je mij? Ik volg, gelijk als bij zo'n solken, gewoon dat kraakbeen. Lichtjes uw mes naar beneden drukken. Hier. Hier is dat kraakbeen, hier komt mijn file. Dit is nu echt een grote, maar een grote gaat ook, hè. Hier moet je volgen, zie je, kijk, hier zit je terug met wat kraakbeen, dus terug een klein beetje bijsnijden en volgen. We zijn er bijna. Dus je voelt, mensen, die zegt, uw mes die glijdt daarover. Hè. Je trekt af en toe een keer aan dat filetje zo. En uw mes glijdt mooi daarover. We zijn er. Andere kant idem, maar hier, nu door het feit dat dat heel groot is, dus dat is de mooie kant, dat is de lelijke kant, hè, dus want hier heeft het vel opgezeten. Wat kunnen we nu doen? Dat is die bijvoorbeeld in 2 of in 3 gaan snijden. Hè. En portiekjes bijvoorbeeld, kijk, ik denk zo. Hier gaat de kruiden, je plooit die een klein beetje dicht. We gaan hem een keer door de bloem wentelen. Uw schone kant eerst in de pan, nadien de plooikant. Ja? En dan kun je dat zo gaan portioneren. Uw rustige patatje van onder, gebakken schorseneretjes erop, stukje rog hierop. Deze